Welkom bij Teliac. Bemande ruimtevluchten spreken het meest tot de verbeelding. Over de mens in de ruimte, aflevering 9 van de resultaten van 35 jaar ruimtevaart. De mens is in hart en nieren een avonturier. Hij probeert voortdurend nieuwe werelden te ontdekken. Na de luchtvaart was de ruimtevaart een logische stap. De zwaartekracht overwinnen, loskomen van de planeet Aarde. John Glenn was de eerste Amerikaan die om de aarde draaide. Met hem begon een verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de mensen in de ruimte. Dit is het afstoten van een rakettrap, gefilmd met een camera die op de volgende rakettrap is gemonteerd. En dan een heel andere kijk op de blauwe planeet die wij Aarde noemen. In een baan om de Aarde boven de atmosfeer verkeert de capsule als het ware in een vrije val. Door het ontbreken van die atmosfeer houdt een astronaut die uitstapt dezelfde snelheid als de capsule. Daarom kun je probleemloos een wandeling in de ruimte maken. De Amerikanen experimenteerden hier al mee in het Gemini-project. De mens in de ruimte betekent dat hij zich ook moet voorbereiden op dat verblijf. De astronautenopleiding begint in een klaslokaal. Er moet jarenlang worden gestudeerd. Iedere eventuele noodsituatie moet vooraf worden geanalyseerd. Een deel van de opleiding vindt plaats in modellen op ware grootte van de ruimtevaartuigen, waarmee later de vluchten gemaakt zullen worden. Een ander deel gebeurt in simulatoren waarmee een vlucht nagebootst wordt. En er zijn trainingen in gewichtloosheid die gedurende een tiental seconden wordt bereikt door een vliegtuig een paraboolbaan te laten vliegen. Een andere redelijke nabootsing van de gewichtloosheid is het werken onder water. Alle astronautenopleidingscentra beschikken over dit soort faciliteiten. Het Johnson Space Center in Houston is het bekendste astronautenopleidingscentrum van de wereld. Een astronaut moet heel veelzijdig zijn. Hij moet medische experimenten op zichzelf en op anderen kunnen uitvoeren. Hier maakt een astronaut in de Space Shuttle een echografieopname. Voor langdurige ruimtevluchten moet een totaal nieuw bemanningsgezondheidssysteem worden ontwikkeld. Dit omvat milieumetingen, conditietrainingen en zaken als elkaars gebit inspecteren en kleine behandelingen uitvoeren. Een ander onderdeel van het voorbereiden van de astronauten op de ruimtereis betreft het ontwikkelen van een ruimtepak dat voldoet aan alle denkbare eisen. Dit zijn recente beelden van het ontwerpen en testen van een ruimtepak bestemd voor het Space Station. Het nieuwe pak moet een hoge mate van veiligheid garanderen, niet te zwaar zijn, eenvoudig te bedienen en toch veel bewegingsvrijheid laten.
We gaan kort terug in de geschiedenis van het ruimtepak. De luchtvaartpionier Wiley Post was de eerste die een echt drukpak verwijderde voor een serie vluchten op grote hoogte die hij in 1935 maakte met zijn toestel de Winnie May. Het merendeel van de latere drukpakken is uit zijn ontwerp voortgekomen. Dit pak werd ontworpen toen gedacht werd dat astronauten zouden wegzakken in het maanstof. De eerste Amerikaanse ruimtepakken waren afgeleid van de drukpakken die de Amerikaanse luchtmachtpiloten gebruikten. John Glenn droeg zo'n kostuum tijdens een vlucht in de Friendship 7 in 1962. Toen Edward White als eerste Amerikaan in de ruimte wandelde, droeg hij een ruimtepak dat bestand was tegen het vacuüm van de ruimte, de schadelijke kosmische straling en het bombardement van micrometeorieten. Om astronauten op de maan te laten werken, werden heel andere eisen aan het ruimtepak gesteld. Het moest vooral maximale bewegingsvrijheid geven. De Apollo-kostuums werden op maat gemaakt. Zelfs de handschoenen. De astronauten werden gekoeld met ondergoed waarin vloeistof warmte afvoerde. Het pak bestond uit vele lagen die bescherming boden tegen drukverlies, temperatuur en micrometeorieten. Voor de shuttlevluchten werd gebruik gemaakt van een kostuum dat uit standaard modules wordt opgebouwd. We gaan nu wat dieper in op de relatie tussen gezondheid en het verblijf in de ruimte. Ten behoeve van het Space Station wordt een complete gezondheidsfaciliteit ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring uit het verleden en van onderdelen die al beschikbaar zijn. De faciliteit zorgt voor preventie van ziektes, diagnose, behandeling en zorg in geval van transport. Ook hier wordt een vliegtuig gebruikt om de medische apparatuur in gewichtloosheid te testen. Het prototype van een brancard voor het Space Station wordt getest. In het ruimtestation wordt deze brancard gebruikt als stretcher, als standaardstoel, als behandelbed en als röntgentafel. De onderdelen van de faciliteit bevatten dezelfde elementen als we in een modern ziekenhuis vinden. Zo kan er in noodgevallen, net als in een aardse ambulance, eerste hulp worden gegeven bij verwondingen. Er zijn voorzieningen om de lichaamsconditie op een monitor te volgen en om tijdelijk lichaamsfuncties over te nemen. Er is beademingsapparatuur. Intraveneus toedienen van vloeistof en kunstmatige voeding is ook mogelijk. Er is apparatuur om ook van de binnenkant van het lichaam beelden te maken. Voor diagnose en therapie is alles wat noodzakelijk is bij de hand. Er is een compleet klinisch laboratorium waar testen en analyses op bijvoorbeeld het gebied van de microbiologie uitgevoerd kunnen worden. In het Space Station is een complete apotheek ingebouwd met een computer die de inventaris bijhoudt. Er zijn veel medicamenten op voorraad. Er is ook een faciliteit om decompressieproblemen te behandelen. Natuurlijk is het onmogelijk om een compleet ziekenhuis in de ruimte te bouwen. De NASA-mensen moesten daarom alle genoemde zaken integreren in een heel kleine behuizing die wel in het Space Station paste. In een ziekenhuis is veel personeel beschikbaar. In Space Station is dat personeel er niet. Daarom moeten de faciliteiten makkelijk te bedienen en eenvoudig te onderhouden zijn. De faciliteit, zeg maar een miniatuur ziekenhuis in de ruimte, is opgebouwd uit onderdelen die elk apart gebruikt kunnen worden. Door het modulaire ontwerp
wordt een grote flexibiliteit verkregen. Het resultaat is een zeer geavanceerde faciliteit waarin een computer een centrale rol speelt. De arts in het vluchtleidingscentrum kan de gezondheid van de astronauten volgen alsof hij zelf aan boord was. Bij de ontwikkeling van nieuwe trainingsapparatuur voor astronauten worden ook vormen van kunstmatige intelligentie gebruikt. Dit zijn computersystemen die zelf beslissingen kunnen nemen. Veel resultaten die met dit medische ontwikkelingslaboratorium worden bereikt, zijn direct op aarde toe te passen. Dit NASA-laboratorium is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hardware en software voor oefentoestellen. Ze worden zowel op aarde als in de ruimte gebruikt. De lopende band is een toestel dat mogelijk in Space Station Freedom gebruikt zal gaan worden. Ingebouwd zijn trapmechanismen die op een fiets lijken en onderdelen om trekoefeningen te doen. Het trainingsfysiologie-laboratorium ontwikkelt zeer individuele oefenprogramma's. Ze worden voor elke astronaut persoonlijk geschreven. Het laboratorium onderzoekt hoe door oefeningen de gevolgen van gewichtloosheid verkleind kunnen worden. In het biomechanisch laboratorium wordt nagegaan wat de effectiviteit van oefeningen is. Aan de hand hiervan onderzoekt men hoe het menselijk lichaam reageert op de apparatuur die in gewichtloosheid wordt bediend. In dit laboratorium wordt apparatuur ontwikkeld die zowel binnen als buiten het ruimtestation gebruikt kan gaan worden. Tot zover een blik op de medische ontwikkelingen die nu plaatsvinden met het oog op de toekomst. Het is april 1984. Astronauten repareren hier in het geopende laadruim van een Space Shuttle de defecte satelliet Solar Max. In het verleden is al veel ervaring opgedaan met de invloed van gewichtloosheid op het menselijk lichaam. Een van de eerste ontdekkingen op medisch gebied was dat verblijf in gewichtloosheid leidde tot ontkalking van de botten. Een andere verontrustende ontdekking was dat er veranderingen optraden in het hart en het spierstelsel. Onderzoek in de ruimte heeft intussen wel wat inzicht opgeleverd in het functioneren van hart- en bloedvaten, het evenwichtssysteem, vanwege de gevreesde ruimteziekte, het skelet, het spierstelsel en het immuniteitsstelsel. De resultaten die op medisch gebied werden geboekt in de Sovjet-Unie en in de Verenigde Staten zijn altijd voorbeeldig en volledig uitgewisseld,
Ook toen de twee landen nog in een koude oorlog met elkaar waren verwikkeld. De bestudering van de mens en zijn gezondheid in gewichtloosheid heeft ook veel nieuwe kennis opgeleverd die op aarde in de medische sector toepasbaar is. Terwijl we kijken naar astronauten in de ruimte en werken in gewichtloosheid, geven we wat nadere details over de medische aspecten. Op aarde bevindt het bloed zich vanwege de zwaartekracht voornamelijk in de onderbenen. In de ruimte is het gelijkmatiger verdeeld, waardoor de astronauten een opgezwollen hoofd en afgeslankte benen krijgen. Een gevolg is een verhoogde urineproductie en een vermindering van het bloedvolume. Het hart gaat minder snel kloppen en het hartvolume wordt kleiner. In de ruimte levert dit alles geen problemen op. Bij terugkeer op aarde kan dat wel het geval zijn. Ook het skelet en het spierstelsel worden in de ruimte minder belast. En er treedt afbraak van spierweefsel op. Na een verblijf van een maand in de ruimte kan een vermindering van de spierkracht van 10% tot 20% worden geconstateerd. Om die reden is het gewenst in de ruimte oefeningen te doen. Botontkalking is een zeer bekend probleem uit de ruimtevaart. Er is nog steeds geen oplossing voor gevonden. Een andere bekende complicatie is ruimteziekte. Ongeveer de helft van alle astronauten heeft er last van. Bijna altijd verdwijnt de ziekte binnen enkele dagen. Er is veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld in Space Lab. Het onderzoek richt zich op het evenwichtsorgaan dat zich in het oor bevindt. Astronauten worden, terwijl ze in de ruimte zijn, direct bedreigd door een aantal zaken. In de eerste plaats is er de kosmische straling, onder meer afkomstig van uitbarstingen op de zon. Vooral tijdens wandelingen in de ruimte is dit gevaar groot. Het ruimtepak moet bescherming bieden. In Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado, is een instituut dat voortdurend de activiteit van de zon in de gaten houdt. Als die activiteit te groot wordt, wordt geadviseerd de bemande ruimtevluchten tijdelijk stop te zetten. Een ander gevaar komt van objecten die door de ruimte zweven. Soms raken die objecten bemande en onbemande ruimtevaartuigen. Het zijn zowel de in ons zonnestelsel voorkomende planetoïden als ruimteafval en meteorieten die dit gevaar veroorzaken. Een bekend litteken op aarde veroorzaakt door een meteoriet is de meteorkrater in Arizona. Er draaien op het ogenblik duizenden objecten in een baan om de aarde. De meeste kunnen worden betiteld als ruimteschoot. Het zijn onder meer delen van beschermkappen, rakettrappen en niet meer in gebruik zijnde polaire satellieten. Een speciale categorie vormen de talloze geostationaire satellieten en onderdelen daarvan die in een baan om de aarde zitten. Ze vormen een parelsnoer op 36.000 kilometer boven de evenaar. Soms slaat een satelliet zoals deze Russische Cosmos 1900 op aarde te pletter. Echte ongelukken zijn daarbij nog nooit gebeurd. Omdat het steeds drukker wordt in de ruimte, wordt het ruimteschoot wel als een serieus gevaar gezien, waarmee we in de toekomst rekening moeten houden. Wonen en werken in de ruimte heeft een aantal heel menselijke aspecten. De astronauten voeren taken uit die een wetenschappelijke en technologische opleiding vereisen. Hoewel de gewichtloosheid ook voordelen heeft, is het ontbreken van zwaartekracht een complicatie bij het uitvoeren van de taken die gedetailleerd in het vluchtplan staan. Er zijn zaken waarvoor de aanwezigheid van de mens tamelijk essentieel is. Hoewel veel taken te robotiseren zijn, is het inzicht van de mens een factor die de machine niet kan inbrengen. Alle astronauten zijn het erover eens. In een baan om de aarde draaien is een sensatie die je nooit meer vergeet. De gewichtloosheid biedt ook gelegenheid om inventieve spelletjes te doen. Zelfs bij zeer dagelijkse zaken, zoals slapen, speelt gewichtloosheid een rol. Je kunt wegzweven. Ook in de shuttle
heeft iedere astronaut zijn eigen slaapcabine. Dr. Wubbo Ockels deed een voorstel voor een nieuw type slaapzak voor gebruik in de ruimte. Het bijzondere was dat de slaapzak druk op het lichaam uitoefende, waardoor de aardse situatie dichter benaderd werd. Ockels, en na hem astronauten uit meerdere landen, maakten er dankbaar gebruik van. Het product werd door TNO in Nederland ontwikkeld. Ruimtevoedsel vormt een verhaal apart. Toen de bemande ruimtevluchten van start gingen, werd er een nieuw soort voedsel ontwikkeld, waaraan in de ruimte water werd toegevoegd. Nu is het een maaltijd die veel lijkt op een vliegtuigmaaltijd. De astronauten hebben een ruime keuze uit gerechten die ze op het menu kunnen zetten. Iedere keer opnieuw blijkt overigens dat het eten in gewichtloosheid een bron van grote pret is. Demonstreren de astronauten gewichtloosheid met behulp van snoepjes die ze uit elkaar laten drijven. Daarna is het de kunst de zwevende snoepjes op te happen. Andere speelsactiviteit. Een astronaut opbergen in een kastje. Opgeruimd staat netjes. De astronaut die uit het kastje wordt gehaald is Joe Allen. Hij heeft als voordeel dat hij een klein mannetje is. In de ruimte kun je ook oefeningen doen zoals het bekende opdrukken. Je kunt het zelfs met één hand doen of met losse handen. Nog een sterk staaltje in gewichtloosheid. Bemande ruimtevaart komt in steeds meer landen tot ontwikkeling. Ook de Japanse ruimtevaartorganisatie NASDA heeft astronauten geselecteerd en getraind. De eerste Japanner in de ruimte was gast op een Russische vlucht. Nu staat er een vlucht met een Japanner in de Amerikaanse shuttle op stapel. De Russen hebben een indrukwekkende prestatie geleverd op het gebied van de bemande ruimtevaart. Zij zorgden voor de eerste mens in de ruimte, Yuri Gagarin. Ze zijn sindsdien bijna permanent aanwezig geweest. Cosmonauten van vele landen maakten als gast een Russische vlucht mee. De Russen vestigden dure koers en deden veel ervaring op met die langdurige vluchten. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de grote economische problemen kunnen mogelijk leiden tot een tijdelijke beperkte activiteit op ruimtevaartgebied. Ook China mikt op bemande ruimtevaart. En natuurlijk ESA, de European Space Agency.
Dit zijn beelden van een gesimuleerde koppeling in de ruimte tussen het in ontwikkeling zijnde Europese ruimtevliegtuig Hermes en een element van het Columbus-project. ESA heeft de arena van de bemande ruimtevaart betreden via het ruimtelaboratorium Spacelab. Om helemaal onafhankelijk te zijn, worden nu de Ariane 5-raket, Hermes en het ruimtestation Columbus ontwikkeld. Daarover meer in de volgende aflevering. Nu is de planning om in het begin van de jaren 2000 de eerste bemande Hermes met een Ariane 5-raket te lanceren. Dan kan dit type koppeling in de ruimte realiteit worden. Europa wil nadrukkelijk bemand aanwezig zijn in de ruimte. Ten slotte aandacht voor een experiment dat op dit moment gaande is. De aarde en haar atmosferen worden gezien als biosfeer 1. In gigantische kassen ten noorden van de stad Tucson in de Amerikaanse staat Arizona is een mini-wereld gecreëerd met een eigen atmosfeer, biosfeer 2. Eind september 1991 werden hier 8 mensen hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Gedurende 2 jaar zullen ze geen fysiek contact met de aarde hebben. In biosfeer 2 zitten 42.000 soorten planten en dieren. Er is woestijn, oceaan, savanne, steppe en tropisch regenwoud nagebouwd. De resultaten van dit experiment kunnen ons leren hoe we een langdurige ruimtereis, zoals bijvoorbeeld naar de planeet Mars, kunnen doorstaan en hoe we kunnen overleven. Opmerkelijk is dat NASA niet bij het project is betrokken. Volgende week, in de laatste aflevering van deze serie, meer over de toekomst. De voor- en nadelen van een verblijf in de ruimte worden beschreven in hoofdstuk 9 van dit boek. Te koop in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel voor 54,90 of 1098 frank. Hoe slaapt men, eet men en wast men zichzelf in de ruimte? Kortom, hoe gaat dat in de praktijk? Luister naar radioprogramma 9, morgenmiddag om 2:30 op Radio 5. Toekomstplannen voor de ruimtevaart worden dus gesmeed in televisieprogramma 10. Volgende week maandag om 9:55 op Nederland 3. Maar wat Teliak betreft, graag tot straks. Om 14:15.